Alle schaatsbanen zijn dan wel geopend, maar niet alle kinderen zijn vandaag op zoek naar ijspret. Er is namelijk in deze koude voorjaarsvakantie ook heel wat pret te beleven bij de jonge onderzoekers aan de Dirk Huizingastraat. Leergierige Willy Wortels kunnen hier kennis maken met wetenschap en techniek. Het is er in elk geval lekker warm en het wordt druk bezocht. We hebben ook kinderen vanuit de provincie Groningen, maar ook vanuit de Kop van Drenthe. We hebben bijvoorbeeld een gezin uit Emmen die elke vrijdagavond hier komt. Er werden vandaag onder andere nestkastjes gemaakt. Ik bouw een vogelhuisje en die komt er uiteindelijk zo uit te zien met een dak erop. En hier dan nog een gaatje met een houtje. Er werd niet alleen met de handen gewerkt. Op de eerste verdieping werden er door een paar knappe koppen bloederige games ontwikkeld en zelfs computers in elkaar gezet. En dan kan ik zo rondlopen. En dan schiet ik. En dan komen er straks zombies aan. En dan spant er ook elke keer als er een zombie komt, dan komt er ook een diamantje in de map. En voor wie na vandaag ook genoeg heeft van het schaatsen, er staat morgen weer een vol programma op de agenda voor deze jonge onderzoekers. De kleine game developer weet in elk geval al wat hij gaat doen morgen. En dan ga ik verder met het spel. Want het wordt echt een hele stad waar je dan in kan lopen met auto's. Ik kan zo in auto's stappen.